Ik begrijp het even niet. Zoals ik het al een paar maanden even niet begrijp. Of begrijp ik het juist heel goed? Waar je mee bezig bent. En ben jij degene die het niet begrijpt? Zijn dit de laatste sprongen in het donker? Omdat iedereen wakker dreigt te worden? Is dat het? Ik denk het wel. Nou, naast al die bullshit die je de afgelopen maanden over ons hebt uitgestort, probeer je er nu nog een of andere noodwet doorheen te rammen? Huh? Een spoedwet? Buiten de kamer om? Die al onze grondrechten afneemt. Gefundeerd op niks. 1,5 meter bullshit. Alle informatie waarop jij je beleid baseert, dat komt niet naar buiten. Er worden filmpjes van het internet gehaald. En de krantjes die praten alleen maar jouw mondje na. Ik vind het nog een beetje dubieus allemaal. Waarom moet die wet er komen dan? Sinds die achterlijke poppenkast is begonnen, komen overal ter wereld onderzoeken naar buiten en die komen allemaal op hetzelfde neer. Dat zolang je geen 84 bent en of zwak, ziek of misselijk en niet in een ongeventileerde ruimte gaat liggen bovenop iemand 3 uur lang in iemands bek gaat liggen hagen, dat er weinig tot niks aan de hand is. Dus waar die 1,5 meter, waar de fuck heb je het over, man? Lig jij nooit in je bed s'nachts dat je bij jezelf denkt, wat ben ik voor een ontzettende mogol? Niemand neemt jou serieus, man. Je kan beter in het circus gaan werken, als clown. Je bent een clown, man. Waarom moet die wet er komen dan? Kan je mij dat uitleggen? Dat kan je mij niet uitleggen. Maar denk je nou echt dat wij onze vrijheden gaan af laten nemen? Ik denk het niet. Ben je niet lekker? Maar goed, jullie gaan net zo lang door totdat iedereen er helemaal klaar mee is. En wij met z'n allen zeggen, een dikke fuck jou. Wij gaan het wel voor onszelf regelen. We hebben jullie niet nodig. We hebben jullie ook niet nodig. Dus er moet een slimme opstand, een intelligente opstand komen. Geen rellen. Niet schoppen, niet slaan. Een liefdevolle, vreedzame opstand. Demonstratie. Eigenlijk moeten we gewoon laten zien hoe mooi het leven is. Hoe mooi de mensen zijn. Hoe goed wij met elkaar kunnen samenwerken. Misschien een leuk festival organiseren of zo. Dat we al het moois laten zien wat wij met z'n allen kunnen. En dan kunnen ze bekeuringen uitdelen. Bekeuring na bekeuring na bekeuring na bekeuring. En belasting uitdelen. Belasting na belasting na belasting na. Ze kunnen moeilijk 16 miljoen mensen op gaan pakken, denk ik zelf niet. En op gaan sluiten. Dus ik begrijp het even wel. Maar je kan doorgaan. Je bent een clown. Ga lekker naar het circus, man. Hallo.